Welkom bij firma Stolk en Balkbrug. Op dit moment zijn we bezig met een Mercedes 111, een 280, een SE, coupé. Deze motor hebben we problemen, dus was een 1-2-3 ontsteking ingebouwd. Want het probleem was bij de ontsteking, vertelde de klant dat in het verleden de ontsteking wiebelde. Dat is een bekend probleem, er is gewoon een ontsteking verkeerd gemonteerd. De ontsteking van de klant hebben we even niet teruggemonteerd. En we zagen er waren een paar Petinax delen in de ontsteking slecht. We hebben even een ruilontsteking gepakt, dat is in dit geval sneller. Voor eigen gebruik hebben we voor de meest voorkomende modellen wel ruilontstekingen op voorraad liggen. We hebben nu dan dus net de injectiepomp gedemonteerd. Wat was dus namelijk het probleem bij deze motor? Ontsteking stond 20 graden verkeerd. We hebben de ontsteking teruggezet en toen merkten we dan dus vooral bij een koud start dat de CO te laag was. We hebben buiten gedaan geprobeerd wat afstellingen te veranderen, maar helaas was dat niet bevredigend. We hebben nu de motor dan dus 20 graden voorbij het bovenste dode punt gedraaid. Nokken staan naar boven toe. Rotor staat net voorbij cilinder 1. En dat is nu het moment dat de bedoeling is dat de injectiepomp streepje op streepje staat. We zien daar het streepje op de pomp. We zien daar het streepje op de as. Dus hij staat zelfs ook niet eens 180 graden verder, maar hij staat zelfs ietsje minder verder. Dus de pomp is gewoon verkeerd gemonteerd. Dat zal echt niet het enige probleem zijn. Er zullen vast meer problemen zijn. We zien ook al dat her en der verzegelingen van de pomp verbroken zijn. Dus ze zijn in het verleden alles met de pomp bezig geweest. Wij zetten nu een ruilpomp op. Die hebben we op voorraad leggen. Dan gaan we de motor afstellen. Dan gaan we kijken of dat alle problemen voorbij zijn. En dan gaan we ervan uit dat de klant weer lekker kan rijden met deze auto. Voor meer tips en informatie over het onderhoud van uw Mercedes-Benz klassieker of youngtimer, kijk op www.stolkbalkbrug.nl. Vergeet niet deze vlogvideo te liken en op het duimpje onder de video te klikken. En wilt u meer van dergelijke vlogvideo's zien, vergeet u zich er niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.